Romies, zijn jullie tevreden met het gelijkspel? Nee, we kwamen hier natuurlijk voor 3 punten. Maar als je de wedstrijd bekijkt, de eerste helft, denk ik dat wij de betere ploeg zijn. De tweede helft geven we het gewoon weg. Dus al met al moeten we wel tevreden zijn met 1 punt. Hoe konden jullie dit nog weggeven? Ja, ik denk in de tweede helft, we hadden wel de intentie om druk te zetten en dat probeerden we ook. Maar we kregen er niet echt grip op. Dus dan word je steeds wat meer naar achter geduwd en dan komt de vermoeidheid erin. En ja, nogmaals, we kregen niet echt druk en dat was denk ik het probleem bij ons vandaag. Wat deden jullie in de eerste helft goed? Ik denk wel goed als team compact stonden. We wonnen onze duels, we waren fel. Als we hem hadden, probeerden we hem gelijk de eerste optie vooruit te spelen. En daar komt ook nog een goal uit, dat was mooi. Dus de eerste helft was denk ik van ons, de tweede helft waren zij de betere ploeg. Was dat in de tweede helft de verdienste van Groningen? Ja, dat kan je wel zeggen, maar ik vind dat we ook naar onszelf moeten kijken. We kunnen veel beter dan dat. We hebben 3 wedstrijden in 1 week gevoetbald, dat kan meespelen, maar dat is ook geen excuus. Maar al met al terecht gelijkspel. Hoe is het voor jou zelf nu, dat je nu een aantal keer in de basis mag beginnen? Ja, daar ben ik super blij mee. Ik werk hard. Ik probeer gewoon alles te geven en wedstrijden spelen, daar ontwikkel je natuurlijk het meest door. Dus ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg. Ben je er zelf ook tevreden over? Ja, zeker. Ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten. Het kan altijd dingen beter, maar dat is alleen maar mooi om daaraan te werken. Top, dankjewel. Alsjeblieft.